We gaan weer verder in het Nederlands. Voor degenen die hier net zaten, we hadden net de food dialogue hier. En ik dacht, nou, waar zal ik nu eens heen gaan? Naar welke zaal zal ik nu eens heen gaan? Maar toen wees iemand mij erop dat ik toch hier echt de moderator was. Dus ik ben toch maar even gebleven. Nou, Esther kondigde het vanochtend al aan. Dat heb je toch een klein beetje met een organisatie vol vrijwilligers. Het was mij dus even ontschoten dat ik moderator van deze sessie was. Maar we hebben net even kennis gemaakt en ik ben weer helemaal bij. Want ik heb natuurlijk wel het programma van tevoren doorgenomen. En deze meneer doet heel interessante dingen met mensen. Dan gaat hij een week lang naar Kreta. En dan moet je telefoon een week uit. Nou, ik kan me niet meer herinneren wanneer dat voor het laatst gebeurd is. Dus ik hoop dat iedereen zijn telefoon nu uit heeft. Want anders mag je zeker niet mee naar Kreta. Want dan sta je meteen op de zwarte lijst. Dus Johnny Kat gaat er alles over vertellen. Oké, veel plezier. Dankjewel. Helaas doet dat andere microfoontje het niet, dus ik moet het zo doen. Ik vind het zelf niet zo prettig, want ik ben nogal wat bewegelijk met mijn verhaal vertellen. Maar goed, als het niet gaat, als je me niet meer hoort, geef even een seintje. Natuurlijk gezond. We hebben vandaag al heel veel gehoord over wetenschap en dergelijke. En ik ga jullie een ervaringsverhaal vertellen. En dat heeft eigenlijk niet zoveel in eerste instantie te maken met wetenschap. Anders dan dat op Kreta we toch wel wat metingen doen aan het begin en aan het eind van de tocht. En dat maakt het toch ook wel weer interessant. Maar ik begin hier even mee, want dat was nou de aanleiding. Want ik ben eigenlijk nog maar een kleuter in dit vakgebied. Ik sta in de kleuterschoenen, want ik ben sinds 2013 bezig met het ontwikkelen op een heel ander vakgebied dan dat ik in het verleden heb gedaan. Want hier staat toevallig vandaag, ben ik dus jarig. Dankjewel. Esther, is toch gelukt? Ja, we hadden het er gisteren al over. Maar de wieg stond in Hogeveen. En ik heb een zorgeloze jeugd gehad. Heel veel was ik buiten in de natuur. Dat vond ik fantastisch. Ze konden me ook niet binnenhouden. Ik was de enige jongen in het gezin met vier zussen. Ze hebben geprobeerd met van alles, racebanen, treinen, burg, weet ik van niet allemaal. En het ging allemaal aan de kant en Johnny was weer buiten. Verder geen nadrukkelijke trauma's of dergelijke opgelopen. Natuurlijk zit er altijd wel iets tussen ouders en kinderen. Dat heb ik later opgelost. Op mijn 18e getrouwd. Mijn vrouw is hier, die zit daar nog steeds achterin. Dus heel lang al, omdat er een kleintje kwam. En dan kom je in de flow van het leven. Je moet geld verdienen, er moet brood op de plank komen. En toen pas kon ik gaan studeren. Leren, studeren. Dat heb ik gedaan, omdat je een baan hebt. Dus je gaat uiteindelijk de studies volgen in het werk wat je op dat moment deed. En dan kom je in de verplichtingen die iedereen heeft. De hypotheek en de auto en het brood, dat weet ik niet allemaal. Maar is dat eigenlijk wel wat precies bij je past? Zoals wij dat in de PNI zo mooi noemen, past de tekst wel binnen de context. Dus uiteindelijk dus niet. Want op 28 november 2011 kreeg ik te horen dat ik huidkanker heb. En de eerste 3 jaren, absurd veel. Over 100 carcinomen, basaal en plaveisselcarcinomen zijn van mijn huid afgehaald. En in het proces van het moment dat ik dat hoorde, was ik eigenlijk 9 maanden eventjes van de wereld. Want simpelweg, mijn leven was hartstikke maakbaar. Nou, vergeet het maar, dat is het dus niet. Dus ik kwam in dat proces en daarin dat hele proces van beschouwen van je leven kwam ook werk. En ik wilde wat anders gaan doen. En dat ben ik gaan doen. Maar de carcinomen bleven woekeren. Dus uiteindelijk ben ik gaan ontwikkelen. En gelukkig was ik in de omstandigheid dat ik gebruik kon maken binnen het werk waar ik toen, of binnen de organisatie waar ik toen werkzaam was, dat er een mobiliteitstraject ging lopen. Dus ik mocht van oud naar nieuw.
Nou, hoe mooi is dat? Wie krijgt eigenlijk zo'n mogelijkheid? Nou, daar heb ik dus gretig gebruik van gemaakt. En ik ben me gaan verdiepen. Ik ben eerst voedingsleer gaan doen, integraal leefstijlcoaching, orthomoleculair, PNI. Binnen de PNI kreeg ik in één keer te horen van Leo Pruimboom. Die ging naar de Pyreneeën. En die deed eigenlijk jager-verzamelaarsleven nabootsen. En dat vond ik zo waanzinnig interessant. Maar ik was net een leerjaar of twee te laat. Want ik kon niet meer mee. We hebben het nog wel geprobeerd. Er zijn hier ook nog wat oud-medestudenten van de PNI hier vandaag aanwezig. Hartstikke mooi. En we hebben het nog wel geprobeerd, maar het is niet doorgegaan. Maar dat zat maar in mijn achterhoofd. Daarna nog familieopstelling en systemisch werk aan toegevoegd, want ook dat was een onderdeel. Alles ben ik zelf gaan toepassen aan de kennis die ik hier heb opgedaan. En na 3 jaar, nagenoeg geen carcinoma meer. Tot de dag van vandaag. En ik ga niet meer naar reguliere controles, dat doe ik niet. Ik wil het niet weten. Als ik ze zie, ga ik heen, worden ze verwijderd. En dat is bijna niet meer. En dat is de totaalaanpak. Ik kan dat niet toeschrijven aan één ding, maar het is de totaalaanpak. Daarna ben ik ben nu zelfstandig ondernemer. Ik ben een PNI-therapeut. Systemische opsteller. Presentaties, lezingen. En de terug naar de basis, Creta. Want dat heb ik nu georganiseerd. Want ik moest het zelf doen. Voor alles wat als ik nu vervolgens ga vertellen vanuit de presentatie, heb ik gebruik gemaakt van allerlei bronnen. Natuurlijk alle studiematerialen die ik beschikbaar heb gekregen. Maar dit is ook een heel interessant hypothesis-stuk van N. Leo en Frits Mesquite. Daaruit put ik ook wel aanzienlijk. Maar ook hier die forest bathing, natuur, het is toch fantastisch. En van Remco, het oerdieet, waar hij nog een paar leuke woordjes in heeft geschreven destijds. Hij kende me vandaag niet meer, maar het was ook al zo lang geleden dat we elkaar hadden gezien. Maar ook, dit is ook heel belangrijk. Onze gedachten en ons verstand, wat continu maar wil overroelen. De conditioneringen vanuit het verleden. Die we projecteren op de toekomst. Maar wat is nou de toekomst? Als we in het hier en het nu proberen te leven. En daar dan ook ons geluk uit kunnen halen. Dus hier heb ik gebruik van gemaakt. Maar voordat we op weg gaan. Want we hebben het nu ondertussen over Creta. En de terug naar de basis. Een 7-daagse hiketocht in Zuidwest-Creta. Waar je in het gebied alleen maar of per boot of per voet kunt komen. Want aan een auto heb je niks, aan een fiets heb je niks, aan geen enkel ander vervoermiddel. Als er iets gebeurt, moet je een helikopter bellen. Het programma is voorafgaand even aan de apparatuur die ik gebruikt heb. Het programma is niet opgezet om wetenschappelijk onderzoek te doen. Maar ik mag hier vandaag spreken, dat vind ik fantastisch. En het krijgt nu al wel een beetje een wetenschappelijk proefje. En bij mij begint het ook te leven, want ik heb ook nog wel wat wensen eigenlijk. Maar goed, daar kom ik zo op. Het is absoluut niet gebaseerd op dubbelblinde onderzoeken en randomly controlled trials en weet ik van niet allemaal. Nee, ik ben gewoon, ik mag ervaren, ik sta toch immers in die kleuterschoenen. Ik mag toch doen wat ik wil. En als het niet mag, dan krijg ik wel een vlieg op mijn oren. Zo was het toch altijd, toen we zo jong waren. Nou, dat doe ik dan ook maar. Dus ik ben gewoon aan de gang gegaan en dingen gaan oppakken, het programma geschreven, om daar gaan toe te passen. Wel nog, om even wat te monitoren, heb ik wat apparatuur aangeschaft. En het is geen voorbeeldmeting. Dus ik ben me bewust van dat daar andere uitkomsten uitkomen als je het uit volbloed zou doen. Maar goed, het was niet bedoeld om wetenschappelijk te onderbouwen. Het was meer voor de deelnemers gaan mee, dus dan kan ik ze monitoren. Wat nou als iemand op de weegschaal gaat staan en die begint met 80 kilo en die komt terug en is 75. Nou, dat is toch al hartstikke leuk om te weten in een week tijd. Alleen, wat heeft dat dan nog verder voor consequenties? Dus nou, al dit neem ik nu allemaal mee. Daar reis ik mee, dat is een koffertje. Iedere keer bij de douane zeggen ze van, meneer, wat gaat u doen? Ja, oké, dan moet ik dat uitleggen. Nou, dat doe ik dan maar, want dat vinden ze wel interessant op de een of andere manier. Maar ik heb ook nog wat wensen, want de metingen die we straks gaan zien,
die zette soms een vraag op. En ik kan ook niet overal een antwoord op geven, want simpelweg metingen maken het ook altijd niet duidelijker of helderder. Dit is ook, alle metingen doen we 's morgens nuchter. En daarvoor is gevlogen. Hoeveel impact dat heeft, dat vliegen nog op de dag daarvoor of 2 dagen daarvoor, dat weet ik niet. Maar we doen het allemaal op dezelfde manier. En als we terugkomen na 7 dagen, dan doen we het ook weer nuchter. Ja, en dan laten we maar onderweg gaan, want dat is het mooiste. En we gaan 7 dagen leven als jager-verzamelaars, maar wel in een modern jasje. In die zin van, we hoeven niet met een pijl en boog te jagen, we hoeven er niet achteraan te rennen. Nou, daar zijn we toch al niet zo succesvol in, heb ik begrepen. Dus dan zouden we helemaal geen eten kunnen krijgen. Maar ook Zuidwest-Kreta is ook nou niet de rijkste omgeving aan voedingsmiddelen qua groentes en dergelijke. En die worden daar wel verbouwd in het achterland, in de bergen. Dus daar komt het wel vandaan. En als je dan een courgette hebt, die is niet zo, omdat die op een of andere manier gestimuleerd wordt om te groeien. Maar die zijn zo. Dus ja, nou, dan kopen we ze zo en een zak vol. En dat zullen we straks zien, hoe ik dat heb opgezet. De deelnemers die lopen allemaal met een bepakking van 12 tot 15 kilogram. Heuvel op, heuvel op, af, langs stranden, noem maar op, door kloven, klimmen, klauteren. We lopen ongeveer 70 kilometer in totaal. Dat is echt dus van, we trekken door het gebied als een soort met kleine stamcommune en we gaan iedere dag een stukje verder. Tot het eindpunt en dan nemen we de boot en dan varen we langs de kust terug en zien we waar we allemaal gelopen hebben. Dat is trouwens een fantastisch moment, want dan zie je die mensen zich realiseren wat ze eigenlijk gedaan hebben. Van, hebben we daar overheen gelopen? Ja, daar heb je overheen gelopen. Over die, ja, daar overheen. Nou, dat is hele mooie belevenissen zijn dat. Het gaat niet over snelheid, het gaat niet over afstand, het interesseert me helemaal niks. Het gaat me om de beleving, want uiteindelijk, de laatste dia's zul je zien wat ik van de mensen terugkrijg die mee zijn gegaan, is helemaal niet die metingen en de fysieke verandering. Het gaat over eigenlijk het hele proces op hun ziel of in hun hoofd. En dat is veel mooier nog. Terug naar de basis Kreta. Dus uiteindelijk willen we allemaal gezond zijn als mens. En dit doen we. We zijn tijdelijk een stam, een commune. We trekken met elkaar op, rond. Dat heeft iets in het gedrag. We hebben heel veel plezier. We lachen veel, soms tot aan tranen biggelen toe. Dat is mooi, dat is heerlijk. We doen meditaties, we doen systemische meditaties. We doen iets in de gedachten en de conditionering. En proberen het hier te komen, in het hier en nu. En dat is zo fantastisch, want aan het eind van de reis zie je die mensen echt in een soort met, we noemen het dan zen, maar echt in een positie van nu terechtkomen. De warmte, de zon, maar ook de natuur, de geuren, de risico's, het forest bath, de cortisol regulatie die daarmee gepaard gaat. We slapen in de natuur, onder de blote hemel als het kan. Als het regent hebben we een tarp. Bioritme gaan we erin regelen. Al die verschillende facetten die pakken we tijdens de week op Kreta. Uiteindelijk gaat het er allemaal om. En daar staat hij even in het groen. Van de kracht van het uitbalans in balans en de aanpassing om zo terug in Hormese te komen. En de hypothalamus heeft daar een hele belangrijke rol in. Als ik dan deze, hier staan een aantal zaken in en die licht ik even uit. Dit is meer ook vanuit het document van Leo en Frits ter beargumentatie. Maar we doen 2 keer een hypercapnia. 'S morgens voor het vertrek en 's avonds voor het slapen gaan. Dat doen we met een plastic zak van ongeveer 8 liter. En ook dat levert soms hilarische momenten op.
Want zo doen we dat natuurlijk niet, want die wordt even strak om de mond getrokken. Maar deze, ik weet ook nog wel, deze hypercapnia is volledig mislukt. Er was zoveel commotie dat hij is niet meer doorgegaan. Maar goed, die hypercapnia, die heeft een bijdrage. En het is allemaal vermeend. En dus dit is allemaal hypothetisch. En wat ik heb gedaan is, wat nou als ik dat in de praktijk ga toepassen en wat gebeurt er dan? En hoe kan ik dat dan monitoren? Als dat al te monitoren valt. En dat voor de deelnemers, of natuurlijk. Het heeft een antipaniek en serotonine en dopamine verhoogde effect. De pH in het bloed wordt lager door de CO2. En dat heeft een reactie van de alvleesklier met extra natrium bicarbonaat. Dus de spijsvertering die wordt wat basischer. Lever- en nierwerking, et cetera, et cetera. Daarop, iedere morgen, doen we de hypoxie, de snelle ademhalingsoefening, om het lichaam volledig van zuurstof te voorzien, zodat we dus de dag kunnen doorbrengen. Want dat zullen we straks zien, de dag is volop met beweging. Sympathische activatie, lees het rijtje maar. En voor het slapen gaan. Want het gaat om de hypoxie die we toepassen, doen we de langzame. De parasympathicus activeren. Zorgen dat we beter en dieper en langer slapen. Dit doen we allemaal tijdens die week. We gaan twee keer in die week één keer eten op een dag. En dat betekent dus dat we soms 24, 25 uur niet gegeten hebben, maar wel een hele lange dag door het trein hebben getrokken met die rugzak. Heuvel op, heuvel af. Heuvel op, heuvel af. Maar overnight fasten is eigenlijk iedere dag. We gaan 's morgens eerst op pad, zonder voedsel, zonder vocht. En dan, na een uurtje of twee, stoppen we. Dan hebben we een koffie-theepauze met water. En dat doen we in bulk. En die komt er zo meteen tussendoor. En dat heeft vermeende prachtige resultaten. Want we worden daar metabool flexibeler door, zodat we van de glucose afkomen en vetten kunnen verbranden en ketonen kunnen gebruiken. De glycogeenvoorraad die neemt af in de lever en gepaard gaat ook natuurlijk met afname van vocht. Want je zult zien dat straks in de metingen het gewicht drastisch naar beneden kan gaan in 7 dagen tijd. Maar dat is natuurlijk niet alleen vet, maar dat is ook vocht wat aan de glycogeenvoorraden zit en wat andere overige ballast. De mitochondriën die nemen toe in aantallen als het schaarst is. Ze worden actiever. De oude mitochondriën worden opgeruimd. Dit is ook wel één. En die probeerde ik te meten met de lactaatmeter. Maar dat is best wel een lastige. Tenminste, om hem te interpreteren op dit moment. Als er een immuunactivatie is, dan gaat hij vaak van mitochondriale verbranding naar de cytoplasmatische fermentatie. Dat betekent dat hier dus een restproduct uitkomt en dat heet melkzuur of lactaat. Maar soms is dat een beetje lastig te interpreteren. Wel vanuit het vaste komen in de autofagie, waardoor die mTOR uiteindelijk als de master van groei en deling, dat die wat tot bedaren wordt gebracht. En daardoor de AMPK, het enzym, actief kan worden. En glucagon kan worden aangemaakt om uiteindelijk vet te kunnen verbranden. Nou, dit is wat we najagen tijdens het voedselvasten en autofagie. De variatie, want deze is van Remco. Ik meld het er even bij, want ik heb vandaag gevraagd of ik hem mocht gebruiken. Zijn naam staat daartussen. Die passen we toe. Dus in een week tijd variëren wij ongeveer tussen de 75 en de 95 voedselproducten in een week. Dus een enorme variatie van macro- en micronutriënten en fytonutriënten. De polyphenol met olijfolie. We eten ze in die week, normalitair maar één keer, behalve de eiwitbronnen, want dat is lastig. Dus vis eten we vaker, kip eten we vaker, eieren eten we vaker. We doen een keer gefermenteerde voeding, dan neem ik de probiotica voor mee.
En dat laten we een half uur staan, doen we een beetje honing bij. Het optimaliseren van het microbioom is een van de resultaten. En in de week eten we geen geraffineerde koolhydratenbronnen. Alleen maar complexe. Iedere dag haal ik minimaal voor de deelnemers 500 tot 600 gram groenten. Minimaal. En dat wordt allemaal opgegeten. En met olijfolie erbij en noem maar op. Koude blootstelling. Als het kan gaan we zwemmen. 10, 15 minuten. Zeewater is vaak 16, 17 graden. En onder de blote hemel slapen in 15 graden. Dat is ook best wel een lange blootstelling aan koude. Dus dat heeft zijn effect. Het verhoogt de antioxidanten. Noem maar op. Misschien jaag ik er een beetje doorheen, maar de tijd die dringt, want ik moet de metingen nog laten zien. Dus, warmteblootstelling. Soms als je 12 tot 15 kilogram op je rug hebt en je loopt door de natuur en de zon die staat er de hele dag op, of je loopt even in een kloof waar geen zuchtje wind is, dan kan die lichaamstemperatuur behoorlijk opgestuurd worden. En uiteindelijk uit de evolutionaire warmteblootstelling of hitte hebben wij heat shock proteins aangemaakt. En die hebben met name te maken met het goed kunnen vouwen van aminozuren, proteïnen en dergelijke. Drinken doen we in bulk. Koffie en thee momenten en water zijn befaamd. En daar wordt ook vaak gebruik gemaakt van het stellen van vragen. Maar ook een stukje kennisoverdracht te laten plaatsvinden van ja, 1 week hier. Mag en kan niet het enige zijn. Als we dat hier zouden kunnen doorvoeren of toe zouden kunnen passen, ook al is het maar op sommige onderdelen, dan zou dat al mooi zijn als dat een gevolg heeft in gezondheid. Bewegen. De hele dag door bewegen we. We doen het wel in opbouw, want sommige mensen niet iedereen heeft dezelfde conditie die meekomt. Dus zo kunnen we wennen aan de bepakking en aan de afstand overbruggen. Ook de snelheid, ook aan elkaar. Nuchter bewegen, dat doen we. Zonder voeding, eerste uren, zonder vocht. En dat is ook wel mooi, want dat heb ik een paar keer bijgehouden. We zitten niet meer dan 15% van de lichturen. Dat is natuurlijk fantastisch, want dan ben je de hele dag door maar actief. En dat is ook wel een van de cruciale factoren die we hier, dat ontbreekt hier. We kunnen niet meer zoveel over de dag bewegen met al die kantoorbanen die we hebben. Vandaar ook dat we zo af en toe eens die sitting breaks doen. En proberen dat ook bij steeds meer mensen dat naar binnen te krijgen. Van, doe dat ook vooral als je op kantoor werkt, want zo doorbreek je het lange zitten. Bioritme. Overnacht in de natuur. Ja, sommigen die komen echt, dan heb ik contact met ze op voorhand. Gaan we echt onder de... Ja. Maar ervaar het maar eens. Want op een gegeven moment ben je daaraan. En er zijn mensen meegeweest, deelnemers, die van tevoren zeiden van, daar weet ik niet of ik daar wel aan kan wennen. En dan zijn ze 2 nachten mee. En wie liggen er het hardst te snurken? Die mensen die op voorhand zoiets hadden van, nou, dat weet ik niet of me dat wel gaat lukken. En dat blijkt dus heel makkelijk te zijn. En wat echt verbazingwekkend is, wat je kunt waarnemen, is dat als je dan in die omgeving verkeert, dat echt na 2 nachten bijna alle mensen op hetzelfde tijdstip wakker worden. En want in onze PNI-studie was ook toen van, ja, je hebt uilen wat was het ook alweer? Ik ben ze even kwijt. Koekoek, ja. Maar blijkbaar heeft iedereen hetzelfde ritme uiteindelijk als je er in dezelfde omstandigheden bent. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om dat te zien. En ook de slaapkwaliteit is niet altijd even constant. Want als we een hele zware dag hebben gehad en er is 1 keer gegeten, dan kan er best wel veel hersenactiviteit zijn. En dan wil het wel eens wat langer duren voordat mensen in slaap vallen. Maar dat geeft niet, want vaak liggen we 's avonds wel om 8:30 of 9:00 in ons slaapzakje. Want dan is het gewoon echt klaar voor die dag. Dat is morgen geweest. En dit is een heel belangrijk onderdeel, want de rest is allemaal hartstikke belangrijk. Maar dit, want in onze wereld leven we eigenlijk continu met mobiel en internet.
En wat een enorme invloed heeft dat. Want als die uitgaat, dat merk ik ongeveer na een dag, dan zijn de mensen gewend aan dat de telefoon er niet meer is. En dan komen ze in connectie, want er is niet anders meer dan de wereld die als daar is. Met de deelnemers in dat stammetje wat we zijn, die door die natuur, door dat natuurgebied heen trekt. En dan vinden de meest fantastische discussies plaats in de groepen, in de groep. Want het is allemaal mooi, klein, overzichtelijk. Tijdens de week prachtig. Maar we hebben het ook over, wat is nou dat verstand? Want sommigen die zitten op een gegeven moment thuis. En dan zit, ja, maar ik ben hier nu, maar ik zit met mijn gedachten thuis. Dus dan wordt er wel eens gevraagd van, kunnen we even stoppen? Kunnen we misschien even een meditatie doen? Want ik wil eigenlijk in het hier en nu komen. Of soms is het kopje zo sterk, ja, dat je gewoon eventjes één op één met elkaar aan de praat gaat. En kijkt van, kunnen we toch in het hier en nu komen? Want je wilt wel genieten van datgene wat we aan het doen zijn. En vaak lukt dat. Kennisoverdracht van het programma en hoe kun je dat dan straks meenemen? 5 minuten. Oké, ik ga zo meteen door naar de metingen. Overdracht van het programma en hoe kun je dat dan gaan toepassen? En wil je dat volle breedte of pak je daar onderdelen van? Daar is iedereen natuurlijk volledig vrij in om dat te doen. Maar dan hebben ze in ieder geval de kennis meegenomen naar huis. We starten iedere morgen als het kan met een meditatie. Als we een lange dag hebben, dan niet. Dan doen we ook de korte hypoxia, de snelle hypoxia, van 30 keer diep in en uit in de apneu, ademapneu en een uitademingsapneu, inademing, uitademing. Maar ook 3 systemische meditaties, om ons maar te laten voelen op zielsniveau, dat er achter ons al heel veel heeft plaatsgevonden, wat ons op een bepaalde manier conditioneert. En hoe onze ziel daarop is ingesteld. En dat zijn mooie momenten. 7 dagen later komen we terug en dan gaan we opnieuw meten, want daar gaan we nu naartoe. De jongste deelnemer is 28 jaar en de oudste is 64. Dat is hartstikke mooi. Vanuit allerlei verschillende achtergronden. 13 vrouwen en 4 mannen. Mannen, wat is er aan de hand? Ik begrijp er helemaal niks van, want ik dacht dat als veel meer mannen deze dopaminerge reis zouden aangaan dan de serotonerge vrouw. Maar dat blijkt dus niks minder waar, want de vrouwen die vinden het veel interessanter. Overigens vind ik dat niet erg, want ik vind vrouwen om me heen wel leuk. Dus, maar, lach niet Anneke. De condities zijn zeer gevarieerd. Vandaar ook dat de snelheid en de afstand absoluut niet van belang is voor mij. Ik vind het veel belangrijker dat ze deelnemen aan het programma en kunnen ervaren wat het voor ze kan betekenen. Het totaalgewicht is van 1113 naar 1059, dat is 54 kilogram. Nou zit daar vocht bij, et cetera. Maar je kunt wel zien, alle deelnemers zijn in vet afgevallen, gemiddeld genomen dan. En dat is 32 kilogram vet hebben we daar in Kreta achtergelaten in een week tijd. De meeste gewichtsverlies is door een man 8,3 kilo en het minst 1,2. Er zitten ook wat gekke dingen tussen. Want hier, er is ook een deelnemster, die is iets, dus die een negatieve spiermassa toename. Dus die is, maar die zat wel al hoog voor een vrouw op 33,5% en die zit nu op 33. Dat is met een impedante meter gemeten, dus de waarheid ligt wel ergens in de midden, maar er zit wel een trend in. De gemiddelde glucosewaarde van 6 naar 4,5, ketonen. Iedereen zat in ketose toen ze terugkwamen. En niet, want boven de 3,5, dan zitten we in een verhongering. Dus dat was voor mij wel van belang, om te weten van, is het nou een uithongeringsweek? Of is het, maar dat was één die met 3,6 terugkwam en de rest allemaal onder de 3,5. 2 minuten, oké. Taille-afname 4,3 centimeter gemiddeld. Gemiddelde cholesterol afgenomen, de HDL is toegenomen, triglyceride afgenomen. En dan ga ik even door, want dit zijn allemaal meetwaardes. Er zijn er 17 op dit moment, in totaliteit. Volgende week zaterdag begin ik met een volle groep, 6 mensen. Dan gaat hij naar 23. Volgend voorjaar heb ik sowieso al 4 volle groepen. Dus daar komt er nog eens een keer 24 waardes bij. En zo gaan we lekker door met die hele database vullen. Met al die informatie van al die individuen. Waar we
simpelweg misschien later nog wat meer uit kunnen halen wat ons kan ondersteunen. Ik weet het niet. Maar er is het niet voor opgezet, maar het wordt wel interessant. Vanwege de tijd, bijzondere waarnemingen, dat is wel eerst het loskomen. Psychisch stabieler in de loop van de week, helderder. Mensen worden duidelijker. Ze krijgen soms, een heel mooi voorbeeld is in één groep dat een jonge vrouw zegt op een gegeven moment de laatste dag tegen ons. Hoe schrijf ik eigenlijk een sollicitatie of een ontslagbrief? Want ik heb besloten dat ik totaal iets anders wil doen in mijn leven. Het leven wordt heel eenvoudig. Dat is wel heel mooi. Want dan kom je meer in het nu. Je leeft meer in het bewustzijn en het zijn. Dit is ook wel frappant. Er zijn een paar frozen shoulders opgelost daar zo. Mensen met ontstekingen in de knieën. Maar ook, dat vind ik wel raar. Want ik kan hem eigenlijk nog niet direct verklaren met één week. Maar het gezichtsveld is verbeterd. Nou zou je dat eerder koppelen aan misschien een lange termijn glucosewaarde als de HbA1c. Maar blijkbaar doet het toch wel wat. Bij mij ook, want ik ben nu net 3 weken terug van Creta. En ik heb nog steeds mijn bril niet op gehad. Die heb ik normaal nodig. Anders had ik hier niks van kunnen vertellen. Dus ik vind het frappant, ik kan er geen conclusie uit trekken. Maar ik vind het wel mooi om waar te nemen. En dat zijn er dus bij meerdere mensen, is dat zo gebleken. Vandaar ook op die ene sheet met die meters van, kan ik dat niet meten ergens, die HbA1c, met een vingerprik. Nou, wat die deelnemers allemaal schrijven, die meegeweest zijn, het gaat niet over de data. Het gaat niet over het gewichtsverlies, het gaat niet over andere mooie waardes die ze hebben bereikt. Maar het gaat eigenlijk over het proces en wat ze daar hebben meegemaakt met elkaar. Maar eens kijken, die komt van de oudste deelnemer. Ik heb nieuwe levensvreugde opgedaan. Nou, dat vind ik fantastisch. Als je dan, en je wilt naar je pensionering, je gaat mee en je vindt opnieuw levensvreugde. Of mijn leven is voor altijd veranderd. Dat is fantastisch. Lees het maar eens op mijn site. Daar staan er een x-aantal op. En that's it. Heb je iets meer? Dankjewel. Dat is toch nog plotselinger af. Ik denk, nou, dat gaat nog wel even door. Maar dan hebben we het net over dat er is zo direct om 4 uur buiten begint dat ijsbad. Dus de mensen die daar die zich nog even in bikini moeten hijsen, die kunnen zo alvast gaan. Maar er is nog tijd voor wat vragen. Ik heb wel een eerste vraag. In Hormese gaan, ik ken wel het begrip Hormese, ik weet wat het is. Maar in Hormese gaan, wat is dat eigenlijk? Dus door een prikkel krijg je een stressreactie. Daar moet je op reageren. Daar reageert het lichaam op. En dus weer terug in de balans in het lichaam, dat is Hormese. Met de aanpassing erbij, op die stressfactor die daar is meegegeven. En daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Want blijkbaar, en ook in de paper van Leo en Frits wordt dan ook de NRF2 genoemd, maar daar is nog zo weinig over bekend qua onderzoek. Dat is allemaal op dit moment gaande. Maar wel interessant, zeker. Ja. Ja. Hi. Je noemde even dat mensen het meenamen naar huis. Hè, dat ze ook vragen aan jou stelden van hoe zet ik dit door thuis? Je hebt nu een aantal groepen gehad, ook wat langer geleden denk ik. Hoe is dat bij die eerste groepen? Hoe brengen ze dat thuis nog in praktijk? Er zitten hier 2 mensen die meegeweest zijn. Mag ik die vragen daarop te reageren? Ja, wie zijn dat? Monique en Anneke. Wie is meegeweest? Oké. Okay. Ja, ik ben Monique. Ik ben in de groep van april dit jaar meegeweest. En wat ik nu nog steeds toepas is dus eigenlijk dat vaste periode, s'avonds na 8 uur niet meer eten en pas eigenlijk de volgende dag rond 1 uur of 12 weer. Vaar ik enorm goed op. Ja, en door je dat vasthoudt, ja, eet je ook veel gezondere. Weet je dat ik heerlijk een patatje eet bij wijze van spreken, maar de drang naar ongezonde dingen voorheen is een stuk minder. Gelukkig dat je zo af en toe een patatje eet.
Ja, jij niet. Zij wel. Hi. Een praktische vraag. Waarom heb je gekozen voor Griekenland? En ben je eventueel van plan om ook nog dichter bij huis dit soort reizen te gaan organiseren? Nou, Griekenland in Zuidwest-Kreta, met name daar heerst een microklimaat. En dus eigenlijk is het er de omstandigheden waar we evolutionair vandaan komen. En er zit wel iets meer licht en donker verschil. Soms is het 10 uur donker, 14 uur licht. Dus dat komt niet helemaal. Maar de hele omstandigheden eigenlijk is zo mooi als we daar hebben gehad. Wat we nog steeds meedragen in ons hele lichaam aan kennis die opgesloten ligt. Dus vandaar. Maar ook de heuvel af, dat kan allemaal dichter bij huis, dat begrijp ik. Maar daarvoor, daarom. De omstandigheden zijn mooi daar. En het is daar de natuur, want je komt er niet anders dan te voet of met die boot. Anders kom je er niet. Dus je bent helemaal remote wat dat betreft. De andere vraag. Je had op een gegeven moment een sheet over warmte en de ontwikkeling van HSP. En ik weet nou al, die afkorting zegt me niks. En op Google krijg ik waarschijnlijk niet het resultaat, want dan kom ik bij een highly sensitive person uit. Maar ja, dat weet ik nou al. Dus waar staat dat voor? Voor de heat shock protein. De heat shock protein. En dat is met name een belangrijke factor in het correct vouwen van aminozuren. En daar gaat nog wel eens wat mis. Kort stil. Ja? Ja. Ik denk dat het een kraakhelder verhaal was. Ja, een hele Hollandse vraag natuurlijk. Maar hoe goedkoop is zo'n reis? Nou, dat is misschien nog wel een factor. €975 inclusief btw. En dat is ook, dan doe ik de metingen en alles erbij. Ik probeer dat zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om mee te kunnen. Want ik soortgelijke reizen weet ik dat een factor 2 is. Niet iedereen kan de btw terugvorderen, denk ik. Maar ik moet hem afdragen. Ik snap dat het niet heel duur is. Ik heb tennisreizen georganiseerd, die zijn minstens zo duur. Max is 6. Ik neem er maximaal 6 mee. Ja, dus veel persoonlijke aandacht in ieder geval. Ja, dat lees je er ook door van de reacties van de deelnemers. Oké, ik zie daar toch nog één vraag. Dat wordt een hele korte vraag. Want we willen allemaal zien hoe mensen het ijsbad inspringen. Dus. Dankjewel. Monique, jij mag reageren. Ik heb geen vraag. Ik heb alleen maar even een reactie op het feit, op de vraag die gesteld wordt, wat kost is. Mijn reactie daarop is, vraag niet wat het je kost, maar vraag je af wat het je oplevert. Oké, dat is het mooiste afsluiting die we ons hadden kunnen wensen. Dus. Johnny, veel bedankt voor je verhaal. En het loopt als storm, dus over een paar jaar kom je gewoon terug. Laten we hopen dat dit congres dan ook nog bestaat. En dan kom je je wetenschappelijke resultaten wellicht melden. Ja? Oké. Veel dank. Er is nu pauze en 2 sessies zijn er.